Hartstikke mooi dat jullie er zijn. Mijn naam is Tom Berkhout en binnen de provincie mag ik alles bij elkaar zetten wat met jeugd te maken heeft of met jeugd te maken zou moeten hebben. Ik doe dat binnen de portefeuille van Sascha Baggerman. Die zien jullie straks. Aan mij de eer om even inderdaad de opening te doen. Super dat jullie meegedaan hebben, super dat jullie hier zijn. En het is allemaal begonnen omdat een collega die zich heel erg betrokken voelde met jeugd, zei van, wij moeten iets aan uiterigs hebben. En ik heb aan uit. Nou, dat duurt heel lang. Online, offline. Nou, dan valt het bij mij ook nog niet helemaal op een kwartje. Maar het ging er wel om dat je op een of andere manier, jongeren, jullie dus, moest laten zien met jullie middelen van wat beweeg je nou en wat wil jij doen voor je omgeving? En breng dat idee online en zorg dat er offline dan weer iets gebeurt qua dat je met elkaar in gesprek raakt en dat je dat idee steeds mooier gaat maken. Nou, het resultaat hiervan, van dat idee van die collega, dat zijn jullie. En omdat het met jeugd te maken heeft, hebben wij het leerwerkbedrijf van de Hogeschool in Holland gevraagd. Online, offline, doe daar eens wat mee, bedenk dat. En studenten van Hogeschool in Holland, het leerwerkbedrijf Generate, die hebben dus vormgegeven aan wat is gaan heten Gaan We Doen.tv en hebben ook bedacht hoe jullie hierop zouden kunnen stemmen en hoe je dit ook verder zou kunnen brengen. Heeft iedereen zijn telefoon nog aan? Heel goed, heel goed. Hij moet even aan, want we zijn live op dit moment. Op Gaan We Doen.tv wordt dit nu uitgezonden. Dus laat iedereen even weten dat je hier bent en dat ze kunnen kijken. Waarom vonden wij dit als provincie zo belangrijk? Over jeugd, over jongeren, over jullie wordt nog wel eens gedacht van, nou, die kunnen niks, die willen niks, dat hangt er maar bij. In ieder geval, je wordt nogal snel in het hoekje van negatief gedrukt. En dat is het laatste wat wij willen. Wij willen juist eigenlijk als provincie laten zien dat jullie waanzinnig ideeën hebben voor jullie omgeving en voor Noord-Holland. En dat jullie ook heel erg betrokken zijn. Nou, om dat te laten doen, hebben we dus Gaan We Doen TV laten plaatsvinden. Maar we hebben ook nog een grotere beweging proberen te starten, of zijn we aan het starten. En dat is de Movement. De Movement, daar zie je hier dit logo bij. En dat wordt eigenlijk de verzamelplaats waar alle Noord-Hollandse jongeren straks hun tegengeluid tegen al die negatieve aandacht die je overal ziet, kunnen laten zien. En jullie ideeën zijn eigenlijk de eerste input voor heel Noord-Holland om te laten zien, ze zijn wel betrokken, ze weten wel wat ze willen en ze kunnen het nog zelf doen ook. Gaan We Doen TV. Moet ik meer zeggen dan, nou, de 5 minuten zijn sowieso vol. Dus dat scheelt. Volgens mij niet veel meer zeggen.